Na dagenlang aftellen zit de winterstop er deze week dan eindelijk op. Deze week worden namelijk de wintertesten in Bahrein afgewerkt. Vanaf vandaag krijgen de teams 3 dagen de tijd om de gloednieuwe geproduceerde wagens aan de tand te voelen. Op het Sakhir International Circuit, waar we een weekje later op hetzelfde circuit de eerste Grand Prix van het jaar gaan zien. Vanaf 8 uur deze ochtend tot 5 uur in de middag kan je via F1 TV Pro of via Play de testdagen live volgen. En kan je aan het einde van de dag hier op dit kanaal een samenvatting vinden van wat er allemaal is gebeurd tijdens de testdag. Nou, wil je dat niet missen, hoeft ook niet. Abonneer je dan op dit kanaal om op de hoogte te blijven van het allerlaatste nieuws omtrent de Formule 1 testdagen. Ja, we zijn natuurlijk nog maar net begonnen met de testdagen. De eerste uren die staan nu op de klok, maar we kunnen alvast een eerste indruk gaan geven, een kleine eerste indruk. Te beginnen met de RB20 van Red Bull Racing. De neus die lijkt hetzelfde te zijn als bij de lancering, maar valt toch wel op door de Shark Mouth Sidepod inlets en natuurlijk de smalle achterkant. Horner en Newey die zijn vandaag aanwezig, maar dragen geen teamkleding. Ja, voor het team van Mercedes gaat George Russell aan de slag met de Mercedes W15. Het team heeft eindelijk een nieuwe chassis voor de nieuwe ontwikkelingsrichting en de gebruikelijke wasrekken die zijn natuurlijk ook aanwezig om meer data te verzamelen. Mercedes behoudt de opvallende voorvleugel met het bovenste element. Ja, opvallend zijn ook wel de wagens van Steak F1 Team en RB. En dat vooral betreft natuurlijk Delivery, want die knallen er echt uit. De AMR 24 van Fernando Alonso is deze ochtend aangepast omdat de Spanjaard flink wat last had van onderstuur wat het team probeerde te verhelpen. En ook al is er een coureur in de gymbak beland, Esteban Ocon die had met zijn nieuwe Alpine voor het eerst echt een momentje, maar wist zich snel te herstellen. Nou goed, direct op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen van de testdag, lees dan de hele dag mee met onze liveblog op gpfans.com. Red Bull Racing heeft de nodige wenkbrauwen doen fronsen met de launch van de RB20. Het Oostenrijkse team lijkt namelijk inspiratie te hebben opgedaan bij Mercedes, want accenten van het Zero Sidepod concept zijn namelijk terug te vinden op de RB20. Helmut Marko wijst in gesprek met Service TV naar een kleine revolutie. Red Bull kon met de RB19 al genieten van een enorme voorsprong op de concurrentie, maar lijkt het voor dit jaar over een compleet andere boeg te gooien. Het concept ziet er anders uit aan de buitenkant, daar waar veel teams juist de RB19 van vorig jaar zijn opgegaan. Het zal interessant zijn om te zien of Red Bull het concept wel aan de praat krijgt, want Mercedes die verliet juist deze ontwikkelkoers. Ja, Marco bevestigt dat Red Bull de kant op gaat die Mercedes vorig jaar juist verliet. Het is meer dan een evolutie, zo vertelde de adviseur. Hoewel Marco benadrukt dat het niet zo extreem zal zijn als wat Mercedes in de voorgaande jaren probeerde. Geeft toch wel toe dat het concept erg vergelijkbaar is. De data uit de windtunnel geeft echter aan dat dit de juiste koers is. Want Marco bevestigt dat alles daar heel goed werkte. Zij, Mercedes, waren ook overtuigd door de gegevens van hun Zero Sidepod concept. In praktijk werkte dat helemaal niet. En we zullen nu in de testdagen zien of we deze oplossing, of laten we zeggen een vergelijkbare oplossing, succesvol kunnen implementeren. Ontwerper Adrian Newey die gelooft wel in het idee, want met minder grote sidepods is er simpelweg minder luchtweerstand. Adrian Newey zal altijd de voorkeur geven aan auto's zonder radiatoren, maar de motormensen die staan dat natuurlijk niet toe. Het is natuurlijk wel logisch. De RB19 was afgelopen jaar de benchmark en Marco heeft de wagens van de concurrentie ook gezien. De andere teams die hebben misschien een model gekopieerd dat niet het meest up-to-date is. Aldus Helmut Marko. Ja, was hem dan voor nu. De testdagen kan je trouwens ook volgen bij ons op de website. We houden namelijk een live blog bij gpfans.com om dat te checken. Of wil je een samenvatting? Check dan even dit kanaal aan het einde van de dag. Zien we je dan weer. Tot dan. Hoi.